Kevin Strootman, het lijkt erop dat PSV die wedstrijd gaat winnen. Want je komt op 2-1 en dan toch valt er nog zo'n doelpunt 2 tegen 10 man bijvoorbeeld. Hoe kan het nou dat dit soort wedstrijden niet over de streep getrokken worden? Dit soort wedstrijden, ik weet niet of we het al vaak hebben gehad dat we in de laatste minuut tegen NEC uit dan. Deze wedstrijd, maar we hebben de wedstrijd gewoon gecontroleerd. En, ja, één goede voorzet, staan we achterin niet goed. En, ja, Boni is toch een kwaliteit van, komt er gelijk binnen. Ja. Laten we eens beginnen met het begin. Ik bedoel, je komt met 1-0 voor, een terechte penalty? Weet ik niet, vanaf waar ik stond wel, ja. Ja. Dries maakt hem, dan ga je de rust in met 1-0. Wat zei de advocaat, wat zei de trainer? Gewoon dat we zo door moesten gaan en dat we af en toe wel druk op de bal moesten blijven geven. Maar de eerste helft ging het ook gewoon goed. We hadden het gewoon onder controle en we wachten op de kansen. We hadden heel veel ruimte. Als je iets geduldiger bent, dan kan je misschien uitlopen naar 2-0. Dan gebeurt het niet. Na rust weer een paar kansen om 2-0 te maken. En, jammer dat het niet gebeurde. Ja, dan krijgen zij een penalty. Heb je wel gezien wat daar gebeurde? Nee, niet gezien. Nee, want je reageerde furieus, vond ik, richting scheidsrechter. Dat vond ik wel meevallen. Ja, Van Bommel moest je nog even wegtrekken ook? Nee, niet wegtrekken. Hij zei, ik praat wel met de scheidsrechter, trek me niet weg. Oké, okay, hij wordt genomen. Dan is het 1-1. Vlak daarna scoort PSV de 2-1. Dat lijkt dan redelijk definitief. Maar toch niet. En zeker als je 5 minuten voor tijd nog 2-1 voor staat. Dan ga je uit van de 3 punten en tegen 10 man helemaal. Ja, dat was eigenlijk een verdedigende fout dan, begrijp ik. Die kopbal, de Boni stond behoorlijk vrij. Verdedigende fout, de voorzet mag ook niet gegeven worden. En, het heeft niet alleen met de verdediging te maken. We liepen op het middenveld ook iets te ver naar achter, voorin ook. En, maar ja, als die bal wordt weggekopt, dan neem je misschien die 3 punten mee. En nu gebeurt dat niet.